Ik heb hier dus proefschriftonderzoek naar gedaan, maar al die subsidiepotten die ze op een gegeven moment zijn gaan introduceren, zijn zelfs voor mij nog een beetje brei. Want stel je voor dat de overheid nou zou toegeven dat dit schade is, kan je natuurlijk aansprakelijkheidsclaims gaan verwachten. Dit is de Leiden Lawcast, wederom online en op afstand opgenomen. Met mij, Irem Chakker, en mijn co-host Hamza Dupré. En de gast van vandaag is Georgina Kuipers. Allereerst heel erg welkom. En dankjewel dat je erbij wil zijn. En je vond het oké als we je noemen en Georgina, toch? Hi, ja, natuurlijk. Dat is helemaal prima. Allereerst heel erg bedankt voor de uitnodiging. Leuk dat ik jullie derde gast alweer mag zijn in de podcast. Jullie zijn goed bezig. Ja, heerlijk bedankt. Nogmaals heel erg leuk dat je erbij wil zijn. Wat we eigenlijk een beetje als. We krijgen al een klein beetje vaste rubrieken. En een van de dingen waar we mee beginnen is: zou je jezelf even willen voorstellen? En vergeet daar vooral je studententijd niet bij. Yes, natuurlijk. Even voorstellen. Nou, laten we dan maar bij het heden beginnen. En dan ergens terugblikken naar het verleden. Op dit moment werk ik. Bij de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur in Den Haag. Dat is een organisatie die opleidingen voor ambtenaren verzorgt. En ook een denktank is voor allerlei onderzoeken in de publieke sector. En ik werk daar nog maar sinds oktober, dus best wel kort. Want daarvoor heb ik lang gewerkt aan een proefschrift aan de Universiteit Leiden. Dat was bij de afdeling Staats- en Bestuursrecht. En dat proefschrift heet Beschadigd Vertrouwen en gaat over vertrouwenwekkend schadebeleid na door de overheid gefaciliteerde schade. Daar gaan we het straks natuurlijk veel meer over hebben. Dus eerst, hoe ben ik daar soort van terechtgekomen? Wat was mijn studententijd? Nou, ik ben eigenlijk een beetje met een omweg bij de rechtenfaculteit terechtgekomen, want ik heb daarvoor helemaal geen rechten gestudeerd. Ik heb als bachelor Liberal Arts and Sciences Global Challenges, er zit een dubbele punt in de opleiding, zo lang is die titel gestudeerd. En dat is aan het Leiden University College in Den Haag. Dat was, toen ik begon in 2010, was het allereerste jaar van die opleiding. En we begonnen dus met een groep van ruim 100 studenten voor het eerst. Die hele opleiding, het hele eerste jaar hadden ze zeg maar vormgegeven. Maar de rest werd natuurlijk allemaal nog opgebouwd terwijl we er waren. Dat was heel erg gaaf. En het was een opleiding is nog steeds een opleiding waar je op de campus woont. En omdat dat natuurlijk het eerste jaar was, was het nog een tijdelijke campus. Dus dat was dichtbij station Hollandspoor in Den Haag. En het gebouw van de universiteit hadden ze tijdelijk aan het Lange Verhout in Den Haag gebouwd. Of gehuurd natuurlijk eigenlijk. Maar dat was dus super mooi en super chic. Ook een interessant contrast met dat Hollandspoor waar we dus als campus zaten. Het grappige is overigens dat de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur zit ook weer aan het Lange Verhout. Dus ik heb ook een soort cirkel gemaakt dat ik daar weer terug ben. Maar goed, dat was dus mijn eerste. Mijn studententijd was dus internationaal, want die opleiding is internationaal. Het was op een campus wat ontzettend gaaf was. En we waren de eerste groep. Wat dus betekende dat we alles nog konden en mochten vormgeven. Ook de vakken zelf natuurlijk nog een beetje. Kijken van waar was interesse voor. Daarna ben ik langzaam aan richting Leiden gegaan, want mijn master heb ik een research master gedaan. En dat was een master die gecombineerd door politicologie en bestuurskunde werd georganiseerd. En bestuurskunde zat in Den Haag en politicologie in Leiden. Dus het was een beetje schipperen tussen de twee. Dus dat was een voorzichtige kennismaking met het Leidse. Want ik was daarvoor natuurlijk, was heel ver weg. 10 minuten met de trein is veel te ver. Dat doe je natuurlijk niet als student. Dus was het leuk om zo Leiden te leren kennen en tegelijkertijd. Dat ik mijn master deed, heb ik ook het Leiden Leadership Program gedaan. Wat een onderzoeksprogramma is voor masterstudenten aan de Honors Academy van de universiteit. En dat zat in de Sterrenwacht. Dus toen kwam ik al helemaal op een van de mooiste stukken van de universiteit, wat mij betreft, terecht. En ik ben ook bij de Honors Academy gaan werken toen. En dat is ook eigenlijk met een omweg. Ja, ik weet niet, ik praat gewoon de hele cirkel rond hoe ik terecht ben gekomen, waar ik mijn proefschrift heb geschreven. Dat is namelijk aan als promovenda van Willemien den Oude, die eerst decaan van de Honors Academy was en die me dus na het verloop van tijd op een gegeven moment, want zij is hoogleraar staats- en bestuursrecht, vertelde over dat ze eigenlijk ook wel aan het kijken waren naar een project wat niet alleen over recht, maar ook over sociale wetenschappen ging. En zo kwam ik dus met een omweg terecht waar ik
nu ben gekomen. Nou ja, echt superleuk. En ik denk dat we dat het wel een beetje tijd wordt om wat dieper op het onderwerp in te graven. En daar wil ik Irem graag het woord voor geven. Ja, nou, we gaan het hebben vandaag over het onderwerp waar je PhD-onderzoek over hebt gedaan. En allereerst gefeliciteerd, want je bent, als het goed is, recent gepromoveerd. Het promotieonderzoek ging over het vertrouwenwekkend schadebeleid na door de overheid gefaciliteerde schade. Wil je misschien allereerst voor onze luisteraars uitleggen wat gefaciliteerde schade nou eigenlijk inhoudt? Want dat is wel handig voordat we verder gaan. Yes, dat lijkt me een heel goed idee. Het is inderdaad een hele mond vol. De volledige titel van mijn proefschrift. Beschadigd vertrouwen bekt lekkerder, zullen we maar zeggen. Ironisch is overigens wel dat ik ook het idee heb dat zodra ik dat boek verstuur, het onmiddellijk ergens beschadigd opduikt. Omdat dat zit gewoon in de titel, dat er iets mis mee gaat of zo. Nee hoor, de subtitel is dus vertrouwenwekkend schadebeleid na door de overheid gefaciliteerde schade. En waarom is dat zo mondvol? Mijn onderzoek gaat over die gevallen waar de overheid in brede zin, dus of dat nou gemeente is of het Rijk, dat die heeft toegestaan op de een of andere wijze. Dus dat kan zijn dat er een vergunning is verleend of een ontheffing of wat dan ook. Dat er voor een groep burgers schade ontstaat. En ik ben dat dus gefaciliteerd gaan noemen omdat de overheid daar wel een hand in heeft, maar niet onmiddellijk zelf de schop in de grond zet. Dus het is niet de burgemeester die je bushokje uitgraaft, maar het is wel de overheid die er iets mee te maken heeft. En dat is waarom ik voor gefaciliteerde schade ben gegaan. In je proefschrift onderscheid je 6 elementen en ik heb ze opgeschreven, want ik wilde het graag even onthouden voor vandaag. Dat zijn erkenning, participatie, begrijpelijkheid, openbaarheid, onafhankelijkheid en voortvarendheid. En daar baseer je dan eigenlijk jouw de manier waarop de overheid vertrouwenwekkend schadebeleid kan creëren. Zou je misschien kort op deze elementen in willen gaan? En, ja, klopt helemaal. Het zijn er inderdaad 6. De reden dat ik voor die 6 ben gegaan, of dat ik er eigenlijk op terecht ben gekomen, is ik heb een interdisciplinair verkennend onderzoek gedaan naar hoe ik zag of in de literatuur terug kon zien dat de overheid vertrouwen kan wekken bij burgers. Ik vond het belangrijk om dat vanuit verschillende disciplines te doen. Jullie hoorden al in mijn studentenachtergrond dat ik dus allerlei verschillende dingen heb gestudeerd. En ik geloof ook heel erg dat je die verschillende soorten kennis nodig hebt om tot een zinnige analyse van zeker complexe maatschappelijke vraagstukken te komen. Dus ik heb eerst gekeken, goh, hoe kan je nou als overheid vertrouwen wekken? En vervolgens heb ik gekeken naar studies waarin werd uiteengezet hoe je als gedupeerde het liefst behandeld zou willen worden. Gedupeerde, slachtoffer, je hebt daar natuurlijk verschillende woorden voor. Ik kies het woord gedupeerde omdat ik dat het meest vind passen in het soort projecten die ik bestudeer. Want dat gaat vaak om of zo min mogelijk fysieke schade. Als het fysieke schade is, eerder aan gebouwen dan aan mensen. Nou, wat zijn dan de behoeftes van die mensen? En tegelijk aan de andere kant, wat wekt dus vertrouwen bij burgers in het algemeen? Door die literatuur te bestuderen en door dat te combineren, ben ik dus terechtgekomen op 6 elementen of principes. En daarin, die overlappen ook wel, daar zit ook best samenhang in en soms zijn ze ook tegenstrijdig. En waarom zijn het nou de 6 die je net noemde? Nou, als eerste is het erkenning. Ik heb daar ook een oogje voor gegeven. Want eigenlijk gaat dat over dat gedupeerden zich gezien willen voelen. Die willen worden gezien door de rest van de maatschappij. Maar ook de overheid die schade heeft gefaciliteerd. Ze willen participeren in het schadeproces. Ze willen mondig zijn. Maar nog veel belangrijker, ze willen gehoord worden. Dus ik heb ook niet een mondicoontje, maar een ooricoontje daarvoor gekozen. Want het gaat erom dat je echt luistert. Dan begrijpelijkheid is een soort lampje. Zo'n pling idee dat omhoog schiet als je in een tekenfilm een idee hebt. Dat je namelijk begrijpt wat er gebeurt. Dat je als gedupeerde kan doorgronden wat er in hemelsnaam voor schadebeleid verder is opgezet, waar jij je doorheen moet worstelen. Dat moet dus hopelijk zo min mogelijk worsteling zijn. Dan het vierde principe is dat van openbaarheid. Ik heb daar een open deur, wat een ironische open deur is, voor gekozen. Omdat het
de deur moet open zijn. Het moet toegankelijk zijn hoe zo'n schadebeleid tot stand is gekomen. Als je vertrouwen wil wekken, dan wil je ook kunnen doorgronden. Het niet alleen begrijpen, maar ook het idee hebben dat je welkom bent om het te begrijpen. Als vijfde principe gaat het over onafhankelijkheid. Daar heb ik de bekende juridische weegschaal voor gekozen. Is misschien ook wel het meest juridische principe eigenlijk, als je er zo naar kijkt. Maar onafhankelijkheid is ontzettend belangrijk voor het wekken van vertrouwen. Onafhankelijkheid, onpartijdigheid, het voorkomen van bias in het vaststellen van schade. Hè. Zeker als er schade is, moet er worden vastgesteld hoeveel, door wie, wanneer, waarom. En dat op een onpartijdige, onafhankelijke manier doen is heel belangrijk. Nou, en dan als je die hele waslijst door bent, kom je bij de zesde, voortvarendheid. Het mooiste woord voor snelheid, vind ik zelf. En dat is er niet voor niets, want als je die hele waslijst inderdaad elke keer doorakkert, kan het zomaar 5 jaar duren voordat een gedupeerde eindelijk weet waar die recht op heeft en of die vaak genoeg gehoord is, et cetera, et cetera. Nou, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus zit er ook nog een timerknopje in voor de voortvarendheid. Het is belangrijk dat er ook nog een beetje in redelijkerwijs haast wordt gemaakt met de afhandeling van schade. En je noemde daar al best wel een interessant punt, want laten we niet alsof we je hele proefschrift hebben doorgelezen, maar we hebben wel ons ingelezen. En wat me opviel wat je op een gegeven moment noemt, is je zegt, nou, het gaat om een integrale aanpak. Die zes elementen spelen allemaal een rol. Het is niet dat je kan zeggen van, nou, ik ga helemaal op de openbaarheid zitten en dan gaan we de rest achterwege laten. Maar je zegt ook, ze zijn tegenstrijdig. Zou je dat misschien iets meer handen en voeten kunnen geven? Ja, natuurlijk. En om Hamza alvast ter verdediging te schieten. Het boek is ook 700 pagina's. Dus het was ook nogal heftig geweest als jullie het helemaal hadden moeten doornemen. Dus dat neem ik jullie zeker niet kwalijk. Ik heb ook mijn best gedaan om in het boek figuren en tabellen et cetera op te nemen. Want dat maakt het vaak wat leesbaarder dan alleen maar tekst. Althans, dat is mijn ervaring ook bij het lesgeven altijd geweest. Dus die heb ik meegenomen zo. Ja, hoe zijn ze overlappend, hoe zijn ze tegenstrijdig en waarom heb ik ze allemaal? Want inderdaad, ik zal verklappen dat mij tijdens het onderzoek en ook wel daarna meerdere keren is gevraagd, oké, maar het is wel heel veel. Want hey, ik noemde natuurlijk die zes principes en daaronder heb ik zelfs nog allerlei concrete instrumenten gehangen, 17 in totaal. En als je dat dan dus allemaal leest, denk je, is wel veel dit, hè? Dat begrijp ik helemaal. Dat tegenstrijdige zit er noodgedwongen in eigenlijk, omdat je wil dat dingen zorgvuldig en openbaar en onafhankelijk et cetera gebeuren. Maar dat vooral dat voortvarende, dat schiet erbij het snelst bij in. Dat is ook logisch. Het is altijd een balans zoeken tussen hoe goed doorwrochten je dingen wil doen. En tegelijkertijd daar nog proberen een beetje snelheid in te houden. En ik heb dus via die instrumenten die eronder hangen een beetje geprobeerd om te laten zien, nou, soms heb je hier iets meer aan, soms heb je daar iets meer aan. Om even een voorbeeld te geven. Stel je nou voor dat er sprake is van het soort schade, ik noem een coronacrisis, waarbij ontzettend veel mensen in ontzettend weinig tijd aan enige vorm van compensatie moeten worden geholpen. Neem de regeling om ondernemers tegemoet te komen, helemaal aan het begin. Ja, dan kan je natuurlijk wel een heel ingewikkeld systeem oprichten waar je elke ondernemer eerst een uur lang gaat vragen, goh, wat heeft u nodig en wanneer en waarom? Maar eer je al die mensen hebt gehoord, is de coronacrisis al maanden verder en zijn er ontzettend veel bedrijven zijn er failliet gegaan. Dus op zo'n soort moment heeft het zin om te werken met gestandaardiseerde bedragen. Dat heb ik dus onder voortvarendheid geschaard. Kan je ook met voorschotten werken. Dus zijn er concrete dingen die je kan doen om, gezien de urgentie van dat moment en de context van die situatie, in te zetten wat op dat moment werkt. Voor ander soorten schade, even om een heel ander voorbeeld te geven. In Groningen is vastgesteld, rondom de gaswinning daar, wat een van mijn casus is, zullen we het straks vast verder over hebben, dat er sprake is van immateriële schade. Immateriële schade is iets wat zo persoonlijk is dat je ook daar een heel ingewikkelde balans moet treffen tussen wat realistischerwijs mogelijk is als je heel veel mensen wil compenseren en mensen de mogelijkheid geven om hun stem te laten horen en om gehoord te worden. Want specifiek voor die schadesoort is dat nou echt wat mij betreft van belang. En ik denk dus dat je dat samenspel tussen die principes op die manier ook terug kan zien.
als je ze, ja, klinkt een beetje simpel, maar als je ze goed inzet, is het ook logisch dat ze samen werken. Want om bijvoorbeeld te begrijpen waarom schadebeleid zo in elkaar zit, moet je dus op een slimme manier die ingrediënten eigenlijk hebben gebruikt. Dus zo kom je, wat mij betreft, dan dus bijna altijd tot een taart waarin ze alle zes in zekere mate zitten. Maar afhankelijk van welke je precies wil maken, net iets meer peper of net iets meer zout. Wat allebei niet lekker is in een taart. Hartige taart. Duidelijke uitleg. En een van de elementen die mij heel erg opvalt binnen deze zes is de begrijpelijkheid. En dan met name omdat begin januari heel recent is een nieuwsartikel over de gaswinning in Groningen online gekomen, onder andere het NOS. En daarin hebben ze het over een subsidie die is voor wie het eerst komt, wie het eerst maalt. En het gaat over een bepaald bedrag. En wij hebben natuurlijk tijdens de voorbereiding van deze podcast ook een aantal artikelen gelezen. En een van die artikelen ging over de gaswinning in Groningen. En daarin zit een tabel met alle instanties van Groningen. En nou, aan begrijpelijkheid in ieder geval niet voldaan in deze casus, kan ik zeggen. Want ik begreep er echt helemaal niks van. Maar ik vroeg me af, hoe kun je er eigenlijk voor zorgen dat zo'n brei van instanties, dat je dat kunt voorkomen? Want wat ik in Groningen zie, wat ik met de gaswinning in Groningen zie, dat is een en al bestuurlijke spaghetti en totaal geen duidelijkheid. Ja, je hebt helemaal gelijk, Irem. Groningen is sowieso, ja, ook tijdens het schrijven van mijn proefschrift was dat al altijd actueel. Er was natuurlijk bijna geen maand dat het niet in het nieuws kwam. Het artikel wat je noemde en de tabel daarin met inderdaad de brei van alle instanties stemt uit 2017, als ik het me goed herinner. En moet je nagaan dat er dus in al die jaren wel dingen veranderd zijn. Zeker, want er zijn instanties daarin die niet meer bestaan of die andere functies vervullen. Maar ik ben het helemaal met je eens dat het niet echt overzichtelijk of begrijpelijk te noemen is. Ook voor de belangenorganisaties die in Groningen actief zijn, zoals de Groninger Bodembeweging of het Groninger Gasberaad. Die hebben ook wel eens proberen zij om tabellen en schema's te maken om te laten zien wanneer moet je nou voor wat naar wie. Zelfs de subsidieregelingen waar je het net over had. Hè, dus dat nieuwsbericht van recent ging over een subsidie die Groningers konden aanvragen als ze al op de een of andere manier, als ik het me goed herinner, want moet je nagaan, ik heb hier dus proefschriftonderzoek naar gedaan, maar al die subsidiepotten die ze op een gegeven moment zijn gaan introduceren, zijn zelfs voor mij nog een beetje brei, al helemaal als ik gezien ik niet meer direct in mijn onderzoek zit. Maar als ik het me dus goed herinner, gaat dat over een subsidiepot waarop aanspraak te maken is als je ook al op een andere manier in het Groningse traject tussen aanhalingstekens zit. Dus bijvoorbeeld als je schade hebt gemeld en die is toegekend, of als je in het versterkingstraject zit, zoals dat heet, in de versterkingsopgave. Dus daar, op die site van de subsidies zit ook alweer zo'n schema waarin je soort van zou moeten kunnen kijken, ben ik hier, ben ik daar, zeg ik ja op deze vraag, dan kom ik hieronder. Zelfs voor iemand die dus een proefschrift daarover schrijft, is dat bijna niet te volgen hoe je ergens uitkomt. En ik vond dat sowieso heel schrijnend, moet ik zeggen, tijdens mijn volledige onderzoek, hoor. Dat zeker toen ik dus Groningen verder bestudeerde, dacht ik echt, ja, maar het is toch ook echt ongelooflijk dat je een proefschrift nodig hebt om te begrijpen wat hier gebeurt. Want de gemiddelde gedupeerde zou die tijd er überhaupt natuurlijk niet aan moeten hoeven besteden. Hoe komt zoiets nou tot stand? In het geval van Groningen heeft dat heel erg te maken met waar we het gesprek mee begonnen, namelijk het feit dat de schade gefaciliteerd is. Dat betekent dat in Groningen dus meerdere partijen een rol hebben gespeeld bij het ontstaan van de schade. Dat is naast de Nederlandse staat die een vergunning geeft, een concessie geeft voor het winnen van gas. Ook de Nederlandse aardoliemaatschappij, de NAM, die op haar beurt twee aandeelhouders kent, Shell en Exxon. Dat is door de jaren heen, zijn die BV's enigszins veranderd, maar daar zit in die verhouding is wel ongeveer gas gewonnen sinds eind jaren 50, begin jaren 60. En omdat allebei die partijen betrokken zijn en het
uitgangspunt van het Nederlands recht heel logisch is, is iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen of haar eigen schade, betekent dat dat het uitgangspunt bij het ontstaan van de schade in Groningen. Wat is de schade in Groningen? De schade in Groningen is dat er, nemen we inmiddels, is erg aannemelijk gezien alle bewijs die we daar verder over hebben, doordat er gas uit de grond wordt gewonnen, is die bodem minder stabiel en treden daar dus trillingen in op en dat resulteert in aardbevingen. Wat betekent dat? In Groningen is het nu eenmaal zo dat die omgeving helemaal niet gemaakt is voor aardbevingen. En dat betekent dat er dus in ieder geval schade aan allerlei gebouwen en woningen in Groningen is ontstaan. Wat was de eerste logische stap daarin, juridisch gezien, is om de NAM, dus de Nederlandse Aardoliemaatschappij, het bedrijf dat het gas oppompt, verantwoordelijk en dus ook aansprakelijk te maken voor die schade. Als je zo'n private organisatie daarvoor verantwoordelijk maakt, dan zullen ze eerst daar misschien een afdeling of zo voor inrichten. In het begin waren er ook heel weinig meldingen, dus waarschijnlijk kon één medewerker het heel lang in zijn eentje. Maar op een gegeven moment namen de aardbevingen en dus ook het aantal schademeldingen toe. En groeide dat eigenlijk boven wat redelijkerwijs te verwachten is van een private partij die helemaal niet schadeafhandeling als primair onderdeel van zijn werkproces heeft. En dat betekende, ook omdat de staat dus wel die vergunning had gegeven voor die gaswinning, dat er steeds meer roep kwam vanuit Groningen, maar ook steeds breder dan Groningen, om niet alleen de NAM, maar ook de staat verantwoordelijk te maken voor de schadeafhandeling. En dat heeft de staat, het Rijk, relatief terughoudend gedaan voor een gedeelte. Mede vanwege de juridische verdeling zoals ik hem net noemde, wat ook, dat zal juristen niet vreemd zijn, precedentwerking heeft als je dat opeens op heel andere manieren gaat doen. Waarom doe je het wel voor de een en niet voor de ander? Inmiddels is wel duidelijk en ook wel door rechters uitgemaakt dat Groningen zo'n bijzondere, uitzonderlijke situatie is dat het inmiddels logisch is dat daar uitzonderingen zijn gemaakt. Maar dat had dus heel erg kort door de bocht gezegd. Die betrokkenheid van die twee partijen had als gevolg dat er allerlei constructies werden gemaakt. Ook voor de allerlei verschillende manieren waarop die schade zich uitte. Want naast die scheur in het gebouw verminderde ook jouw huis in waarde. En dat is een heel andere manier van schade om te vergoeden dan een scheur waar je misschien nog door een aannemer iets aan kan laten doen. Want als jij en ik denken aan het kopen van een huis in Groningen, denken we nou, ja, daar gaan we niet zoveel voor betalen als voordat er aardbevingen waren. Daarnaast ontstaat er immateriële schade, want inmiddels, de zwaarste aardbeving in Huizingen, dat was in 2012, is inmiddels al 9 jaar geleden. Dat duurt allemaal al zo lang dat je ook gewoon gigantische gevoelens van onveiligheid en onzekerheid hebt. Huizen moeten worden versterkt, dat is dus die versterkingsopgave. Dat is ook weer een andere manier van naar schade kijken, want eigenlijk is dat schade voorkomen, preventief met schade omgaan. Dat is ook weer een heel onontgonnen gebied. En dan heb je als laatste ook nog, heb ik als categorie van dingen die schade leiden, de leefbaarheid, wat een heel breed begrip is. Hoe gaat het daar met scholen, met speeltuinen, maar ook gewoon met het gevoel in zo'n dorp? Als iedereen daar wegtrekt omdat ze bang zijn voor de aardbevingen, wat doet dat dan met de leefbaarheid van zo'n regio? Er is ontzettend veel cultureel erfgoed in Groningen. Het zijn prachtige oude huizen. Als je daar allemaal blokkendozen neerzet die heel erg goed tegen aardbevingen kunnen, wat betekent dat dan voor zo'n omgeving? Bedenk even hoeveel verschillende mensen en instanties nodig zijn om na te denken over al deze onderwerpen. Maak daar dan gemiddeld voor elke schadesoort, 8 verschillende instanties betrek je erbij. Die proberen allemaal iets op te richten en iets zinnigs te doen. Want dat wil ik wel echt benadrukken. Ik geloof echt, zeker nu, dat het niet onwil of iets kwaadwilligs is waardoor dit is ontstaan. De mensen met wie ik heb gesproken, de mensen die ik zie, die doen echt ontzettend hun best en die zitten eigenlijk eerder gevangen in die bestuurlijke spaghetti die jij noemt, dan dat ik van mening ben dat ze dit nou expres zo hebben gemaakt. Maar het is ontzettend, echt ontzettend ingewikkeld. En daarom heb ik bijvoorbeeld ook niet geprobeerd om 1 oplossing te presenteren in mijn proefschrift hiervoor. Nou, wat je zegt, ik heb niet 1 oplossing proberen te presenteren in je proefschrift. Maar daar benoem je eigenlijk wel iets wat heel interessant is aan je proefschrift. Het is niet alleen maar iets beschouwends. Het zijn ook lopende problemen die er zijn. Of lopende dingen die geadresseerd moeten worden. En je noemt daar wel echt oplossingen. En als we even bij deze casus blijven. Zou jij misschien
wat tips kunnen geven. Stel je voor, hypothetische situatie, je wordt morgen door Henk Kamp opgebeld in 2012. Door de NAM of wat dan ook. Die echt vragen van, hoe moeten we er nou aan gaan staan? Hoe zorgen we dat we het goed aanpakken? Wat zou jouw tip zijn? Ja, nou, dat is natuurlijk ook als Henk Kamp me had gebeld. Zeker toen had ik het natuurlijk sowieso niet geweten. Zelfs nu vraag ik me af of ik het echt had geweten. Maar laat ik dan in het verlengde van waar we het net over hadden, iets waar Groningers al heel lang op zitten te wachten. Wat echt heel moeilijk te realiseren blijkt en ik ben bang ook blijft, is wat ik noemde één loketgedachte. Dat is een begrip wat al vaker door mensen is opgebracht in literatuur. En het betekent letterlijk de betekenis van het woord. Namelijk, het is handig als er één loket is waar mensen naartoe kunnen. Dat is in Groningen dus inmiddels nog verder buiten zicht dan het in 2017 met die brei van organisaties al was. Voor een gedeelte heeft dat te maken met dat er al heel veel organisaties zijn opgetuigd. En als je die weer, dat weten we allemaal, als je organisaties gaat reorganiseren, wordt het alleen maar complexer. Maar als dat er allemaal nog niet is, dus het is 2012 en we hebben al die organisaties nog niet, dan zou ik dus zeggen, probeer of er een manier is om te komen tot een loket, wat heel goed een loket aan de voorkant kan zijn. Dus dat is iets waar burgers terecht kunnen, waar ze kunnen worden ontvangen. Wat hen doorgeleidt naar de verschillende schadesoorten die ze hebben. Dat zou je kunnen proberen op te zetten. In dit soort gevallen is het altijd, je kijkt met de kennis van nu naar iets wat in het verleden heeft afgespeeld. Tegelijkertijd wil ik wel als voorbeeld geven dat ik heb dus de gaswinning in Groningen bestudeerd als casus, maar ik heb ook de aanleg van de metrolijn de Noord-Zuidlijn in Amsterdam bestudeerd en de uitbreiding van luchthaven Schiphol. Dus dat zijn verschillende extra start- en landingsbanen en wat dat heeft betekend. Toen de gaswinning begon, namen we het Nederlandse volk, de mensheid, de Nederlandse staat en de NAM niet aan dat er aardbevingen zouden optreden. Stel je nou voor dat ze wel hadden bedacht dat er aardbevingen konden worden ontstaan, dan was het meer vergelijkbaar met die andere casus. Want als je een metrolijn aanlegt, neem je aan dat er iets mis kan gaan met de grond. En als je start- en landingsbanen aanlegt, neem je aan dat er geluidsoverlast gaat ontstaan. Nou, allebei die dingen kan je een beetje van voorzien. Goh, nou wat gaat dat verder voor effect hebben voor burgers? Hè? Dus je kan nadenken, wat zouden nou mogelijke schadesoorten zijn die hier kunnen optreden? En vervolgens daar alvast dus een loket voor oprichten en zeggen, luister, misschien gaan er burgers naar jullie toe komen met dit probleem. Zorg alvast dat jullie daar iets voor hebben bedacht, hoe we er ongeveer mee omgaan. Ik zou zeggen dat wat je dan in 2012 kan doen is, je zou proberen te kunnen voorzien wat voor schade er allemaal zou kunnen optreden en dat dan in één loket te bundelen. En je zou in ieder geval één instantie verantwoordelijk kunnen maken om dat verder allemaal uit te zoeken. Bij de Noord-Zuidlijn was het bijvoorbeeld zo dat de gemeenteraad daar dus een één schadebureau, het schadebureau Noord-Zuidlijn, voor heeft opgericht. En dat schadebureau, daar konden burgers dus met alle schade terecht. En ook als ze misschien daar niet formeel juridisch voor bevoegd waren, werkten daar wel medewerkers die dan wisten waar ze wel moesten zijn en hielpen die burgers zelf in plaats van dat ze moesten doorverwijzen. Want dat is natuurlijk ook het jammer in Groningen, ze moeten doorverwijzen, want ze gaan ergens niet over. Dus wat zou ik aanraden aan 2012 Henk Kamp? Nou, probeer dan zo goed mogelijk dat te beginnen. En tegelijkertijd met de kennis van nu begrijp ik ook wel dat dat niet is gebeurd. Maar ik hou erg van de één loket gedachte. Ja, één loket gedachte maakt het inderdaad een stuk begrijpelijker. En in 2017 is ook een landelijk loket mijnbouwschade opgericht onder de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Maar Groningen is juist uitgesloten. Maar waarom is dat dan? Want blijkbaar kan het één loket kan dus wel bij mijnbouwschade, maar expliciet in Groningen kan dit niet om een of andere reden. Ja, dat heeft dus helaas te maken met het feit dat er in 2017 dus al organisaties bestonden die zich bezighielden met de mijnbouwschade in Groningen. Er was in 2015 op basis van bestuurlijke akkoorden, want je moet niet vergeten dat in Groningen de staat speelt natuurlijk een rol, dus het Rijk. En de NAM. Maar uiteindelijk gaat de provincie natuurlijk ook over een gedeelte van die grond. En de gemeente ook. En al helemaal als je dingen als leefbaarheid gaat betrekken, is dat ook zo. Dus er waren er akkoorden gesloten tegen die tijd al. In 2014 was het eerste bestuurlijk akkoord. Waarin werd gezegd, nou, we moeten één loket hebben voor alle schadeafhandeling en alle versterking. Dat hadden ze in Groningen wel besloten. En dat werd het Centrum Veilig Wonen. Maar dat was, en nogmaals, dit is dus op zich verklaarbaar als je kijkt naar hoe het is gegaan, maar het had ook anders gekund.
Dat was een private organisatie die op basis van een tender was ontstaan. En die ook winst kon en mocht maken, omdat het een private organisatie is. Dat werkte niet echt het vertrouwen in de hand, als ik het heel voorzichtig uitdruk. Maar omdat die organisatie er al was, en dat is dus, ik denk wel dat dat misschien een concrete les is die je mee kan nemen in Groningen, voor een gedeelte, en ik vind het heel moeilijk om dat zo, om het heel hard te zeggen, maar ik denk wel dat je in Groningen kan zien dat er weinig organisaties worden opgeheven. Maar goed, dat betekent wel dat als je steeds maar doorzet wat er al is en daar nog iets opbouwt, hè, dan krijg je eigenlijk zo'n heel lelijke bouwconstructie van allerlei extra toevoegingen, serres en weet ik het wat. Ik denk wel dat je dat in Groningen terug kan zien. En daarom, dat is ook echt heel moeilijk en heel gedurfd om dat opeens zo integraal te gaan herzien. En daarom is het zo waardevol als je aan het begin al denkt, nou, dit willen we voorkomen. Dus we beginnen maar meteen met een heel groot huis. En dan gaan we kijken wat er allemaal in past. In plaats van vanuit juridisch presidentwerking of wat dan ook te denken, nou ja, we houden dit huis zo klein mogelijk en misschien komt er nog een klein aanbouwtje bij. Uiteindelijk kan dat aan het einde van de rit duurder, meer wantrouwend, et cetera, uitpakken. Dus ik ben dan dus ook geen jurist, pleit voor een zo groot mogelijk huis. Nou, ik denk dat je hier wel echt een scherpe analyse geeft van hoe ze dat in Groningen hadden kunnen aanpakken. Alleen, waar we het ook al over hadden, zo'n blokkendoos is dan zo'n huis helemaal opgebouwd en dat staat eigenlijk al als een soort van dat huis van familie Wemel en Harry Potter zo helemaal scheef. Dat staat gewoon al niet zo heel lekker meer. Dus misschien kunnen we een iets recentere casus nemen, waar misschien nog iets minder dat blokkenhuisje is opgebouwd, om te kijken van wat zou daar handig zijn. En dan denk ik, het is vrij clichématig, maar aan de coronacrisis, er zijn een aantal lockdowns geweest. We zitten op het moment van deze opname, daarom is het online, ook in een lockdown. En heel veel ondernemers zijn daarbij gesloten. Die moeten daarbij gesloten blijven volgens de laatste regels. Wat zouden voor jou tips zijn voor de toekomst, of voor zover het nu nog niet bestaat, of om het op te bouwen van hoe gaan we die ondernemers op een vertrouwenswekkende manier faciliteren? Want er is best wel veel wantrouwen tegen de overheid, wat je in ieder geval nu in de media hoort. En hoe kunnen we daar het beste aan gaan staan, Georgina? Ja, kon ik dat maar ook net zo makkelijk als Groningen zomaar oplossen. Want ik heb natuurlijk mijn proefschrift ook tijdens de coronacrisis afgeschreven. Maar het zal jullie waarschijnlijk niet verbazen dat mij wel de vraag tijdens mijn onderzoek is gesteld. Hey, wil je niet ook de coronacrisis meenemen in je onderzoek? Waarop ik zei, nee, dat wil ik niet. voor een gedeelte, omdat het loopt en natuurlijk toch heel moeilijk is om te zien waar het naartoe gaat, maar voor een gedeelte ook omdat het toen nog wat onduidelijker was in hoeverre nou sprake was van gefaciliteerde schade, hè? Wat iets is wat ik in mijn onderzoek bestudeer. Maar ik zou dus wel inmiddels zeggen dat sprake is van gefaciliteerde schade, zoals ik het zie. Want kijk, de coronacrisis zelf, dat is schade, daar kan de overheid, in ieder geval de Nederlandse overheid, niet onwijs veel aan doen. Dat virus is er en dat hebben ze, hoop ik en denk ik, niet zelf gecreëerd. Vervolgens echter heeft die overheid moeten besluiten hoe ze omgaan met die schade. Dat betekent dat je verschillende opties hebt. Want we zien in verschillende landen dat er ook op verschillende manieren mee wordt omgegaan. En dat er dus in bepaalde landen ondernemers wel open mogen blijven. En in andere landen ondernemers gewoon zomaar dicht moeten. Ik wil daarbij opmerken dat, ik heb dit al 100 keer gezegd, dus excuus, ik ben geen jurist, maar mijn beste vrienden zijn inmiddels wel juristen en goede collega's. En die hebben mij verteld en ook onderbouwd verteld dat de compensatieregelingen in Nederland eigenlijk ontzettend ruim zijn. Niet alleen op coronagebied, maar ook op allerlei andere gebieden. We noemen dat specifiek wat voor ondernemers wordt toegekend, noemen we nadeelcompensatie. Dat is eigenlijk ook een specifiek rechtsgebied waar zeker mijn co-promotor Michiel Tjepkema echt de expert in is. En eigenlijk zijn we daar in Nederland dus best wel ruimhartig mee. Dus wij vinden al snel, want als je kijkt naar de letterlijke betekenis van het woord nadeelcompensatie, er is nadeel voor de ondernemer en die wil je compenseren. Daartegenover staat dat elke ondernemer, elk mens, altijd wel nadeel ervaart. He, dus het is ook een fact of life dat er wel eens dingen verkeerd gaan in je leven. Dat betekent dus dat
er blijkbaar nadeel is dat dusdanig erg is van een ondernemer, dat het de moeite waard is om daar belastinggeld van een hele grote groep mensen aan uit te geven. Het is ook logisch dus, wat mij betreft, dat je daar enigszins terughoudend en zorgvuldig mee omgaat. Dat betekent dat we in nadeelcompensatie een begrip kennen dat heet normaal maatschappelijk risico. En dat is dus het normale maatschappelijke risico dat mensen, ondernemers, iedereen loopt als zij hun leven leiden. Nou, bij de coronacrisis is het zo dat het lastige is dat 1. Heel moeilijk vast te stellen is er hier nou eigenlijk sprake van een normaal maatschappelijk risico? Want als je namelijk bepaalde epidemiologen hoort, is een pandemie 1 keer in de 100 jaar super logisch. Betekent dat dan dat dit eigenlijk een normaal maatschappelijk risico is wat die ondernemers al lang hadden kunnen incalculeren? Hadden we allemaal gewoon moeten weten dat dit maar logisch is en dat dit nou eenmaal 1 keer in de 100 jaar gebeurt? Ja, nou, ik geloof dat we als samenleving besluiten, hè, want uiteindelijk hè, de staat, de overheid, het Rijk, dat zijn wij zelf, dat we dat niet vinden. Dat we dat niet normaal maatschappelijk vinden. Nou, dat betekent dus dat we gaan compenseren. Maar hoeveel dan is alsnog een politieke keuze en niet alleen een juridische keuze? Ik vind dus terugkijkend dat in het begin van de coronacrisis eigenlijk heel ruimhartig is besloten om voorschotten te gaan toekennen. Hè? Dat zei ik al, dat we gewoon maar, alsof dat zo gewoon is. Het is natuurlijk super knap wat daar is gedaan. Geld is gaan uitkeren. Maar het lastige was dat het hele land, ja, dus het is altijd ingewikkeld om dat soort aannames te doen, maar in ieder geval heel erg veel mensen ervan overtuigd waren dat dat tijdelijk was. En dat het dus heel logisch was om op zo'n korte termijn heel veel geld ergens in te pompen. En dan komt het later wel weer goed. Hè? Als alles normaal is, dus aanhalingstekens, zien we wel weer wat dat oplevert. Ja, inmiddels zijn we bijna 2 jaar verder. En dan wordt het dus, net als in Groningen, het gevaar op zo'n blokkendoos. En dan krijg je regeling op regeling. Maar is het redelijk? Was het redelijk geweest om van ons te verwachten dat we toen al zo'n groot huis maakte. Misschien was daar ook helemaal geen politieke wil voor geweest. Want uiteindelijk is het geld wat toen al is toegekend ontzettend veel geweest. En als we toen al hadden geweten, we gaan de komende 2 jaar alle ondernemers in Nederland feitelijk omhoog houden. Ja, misschien was dat wel niet gelukt. Dus je moet ook kijken naar wat op dat moment politiek haalbaar is op dat soort compensatiegebied. Heel veel van die bedragen zijn voorschotten. Dat betekent dat dus nu achteraf gaat worden vastgesteld in hoeverre dat ook echt mag blijven, dat geld. En of het moet worden terugbetaald. De eerste resultaten daarvan en de eerste indicaties lijken dat er best wel veel bedragen moeten worden terugbetaald. Dat is wat mij betreft weer een politieke vraag. Via de regels die destijds zijn opgesteld, is dit de uitkomst. Maar dat hoeft niet te betekenen dat je niet achteraf meer geld zou kunnen kwijtschelden. Of dat je niet een reden kan bedenken waarom het voor bepaalde sectoren wel of andere sectoren niet redelijk is om meer of minder te compenseren. Ja, tegelijkertijd kost het dus wel weer die belastingbetaler geld. En is het dus ook logisch als daar enigszins uitzicht is op wanneer dat ophoudt. Ja, dan zal je toch op meer lange termijn manieren moeten kijken. En dan dus ook heel hard misschien moeten bepalen. Nou ja, we gaan dit doen voor x aantal jaren, maar niet meer. Dat zeggen we nu alvast dat we dat echt niet gaan doen. En dan tegen die tijd kijken hoe het ervoor staat. Dat zou bijvoorbeeld kunnen. Maar het levert altijd echt ingewikkelde afwegingen op. Waar we tot nu toe eigenlijk best wel over hebben gehad, is het financiële aspect. Maar ook een aantal van die dingen die jij noemt in je proefschrift, die elementen, dat gaat er eigenlijk helemaal niet zozeer om dat die zak geld wel terechtkomt. Tuurlijk, het speelt een rol, laten we daar gewoon eerlijk over blijven. Maar je noemt ook dingen als erkenning, participatie, begrijpelijkheid. Ja, Hamza, je hebt helemaal gelijk. Het is natuurlijk ook niet zo dat alles alleen maar om zakken met geld gaat. Gelukkig niet. Wat eigenlijk blijkt uit heel veel onderzoek in een hoek die in de literatuur wel procedurele rechtvaardigheid wordt genoemd, is dat het heel erg gaat, het idee dat jij eerlijk bent behandeld, waardoor jij vertrouwen krijgt in een proces. Wat daar dus echt belangrijk in is, is de manier waarop. En inderdaad, zoals je noemt, die principes van mij hebben dus heel erg te maken met de manier waarop je ergens komt. Nog meer dan dat de uiteindelijke zak met geld wel of niet hoog genoeg is. Eigenlijk zie je dus ook dat het vooral heel erg gericht is op gevoelens van mensen, emoties en daarom je onderzoek ook heel erg praktisch is ingericht.
Dan, ik denk dat we er langzaamaan een einde aan moeten breien. Anders wordt de podcast misschien wel heel erg lang. Maar ik heb nog wel één laatste vraag die misschien wel heel interessant is voor onze luisteraars. En dat gaat over de studiefinanciering. En nou weet ik niet helemaal zeker of we dat gefaciliteerde schade kunnen noemen. Maar het is wel veroorzaakt door de overheid. En er werden vanaf het begin af aan vraagtekens bij gesteld. En op een gegeven moment was al snel duidelijk dat het geld wat vrijgekomen is door het leenstelsel niet werd gebruikt zoals het had gemoeten. Dus we hebben een leenstelselgeneratie die niet het onderwijs, de verbetering in het onderwijs heeft kunnen genieten, die het gevolg zouden moeten zijn van de leenstelselgeneratie. En nu vallen ze ook nog eens tussen wal en schip, omdat er vanaf 2024 terug wordt gegrepen naar de studiefinanciering. En we krijgen wel een schadevergoeding, een vergoeding voor een soort compensatie. Maar dat is 1 miljard en dat komt neer op ongeveer 1000 euro per student. Dus we kunnen wel stellen, de leenstelselgeneratie vangt bot. Maar bij het vergoeden van deze compensatie, want de overheid noemt het volgens mij geen schade, daarbij is vertrouwen ook heel erg belangrijk. En wat ik me afvroeg is, zou je jouw onderzoek en 6 elementen die je hebt gedistilleerd uit dat onderzoek, zou je dat eigenlijk kunnen toepassen op de compensatie van de leenstelselgeneratie? En zou je adviezen hebben voor de overheid die ons binnenkort moet compenseren? Ja, Irene, wat een goed punt. Ik heb zelf het geluk gehad dat ik studeerde af in 2015, zomer van 2015. Dus ik was net op tijd. Dus ik heb juist volledig alles nog binnen kunnen krijgen. En heb me daar ook toen al zorg over gemaakt, schuldig over gevoeld. Het voelde en het voelt onwijs oneerlijk. Precies om wat jij zegt. Het werd gepresenteerd als een maatregel die gericht was op het verbeteren van de onderwijskwaliteit. En er werd heel omvloerst over gezegd dat het dus eigenlijk geen bezuiniging was. Terwijl volgens mij iedereen die iets met onderwijs te maken had, zoiets had van, dit is gewoon een bezuiniging. Misschien kan je in ieder geval eerlijk zeggen wat het is. Daarin zien we overigens dus al een beetje een erkenningverhaal in terugkomen. Hè? Erken nou gewoon dat je dit doet omdat je geld nodig hebt, omdat het crisis is. Weet je? Dan kan je tenminste nog een soort gevoel van, oké, ik doe iets voor de goedheid van het land of zo, kan je dan tenminste nog meekrijgen. Nou, overigens zie je ook in wat jij zei alweer mogelijke link naar het meer juridische van mijn proefschrift. Want stel je voor dat de overheid nou zou toegeven dat dit schade is, kan je natuurlijk aansprakelijkheidsclaims gaan verwachten. En dat levert weer allerlei procedures op. Hè? Dus het is ook juridisch wordt alles wat met toegeven en erkennen te maken heeft, wordt natuurlijk ook mogelijk, kan leiden tot aansprakelijkheid. En dat heeft dus ook alweer allerlei gevoeligheden in zich. Nou, ik ben het helemaal met je eens dat het een vorm van gefaciliteerde schade is, omdat de overheid het wel een soort van heeft gegenereerd. Eigenlijk is het gewoon direct door de overheid veroorzaakt. Of het schade is, daar zou je nog een beetje over kunnen wikken of wegen. Maar laten we even aannemen dat het in ieder geval iets is waar de overheid schijnbaar compensatiebeleid voor wil maken. Hè, want dat zeg je net al, er is 1 miljard vrijgemaakt. Eigenlijk zit daarin meteen al een interessante vraag. Want er wordt dus begonnen, vraagteken, met een bedrag. Dat is natuurlijk sowieso al een heel interessant startpunt. Het is zelden een goed startpunt om met het bedrag te beginnen en dan daarna te kijken hoeveel schade er ook alweer precies is. Dus wat zou ik daar nou van zeggen of aanraden als ik naar mijn onderzoek kijk? Laat ik gewoon mijn 6 principes kort aflopen. Bij erkenning waren we net. Het zou belangrijk zijn om te erkennen, ja, dit was echt een bezuiniging. En wat jij ook noemde, dat geld dat vrij is gekomen, werd eigenlijk zelden besteed aan de kwaliteit van onderwijs. Universiteiten gebruiken het om allerlei andere gaten op de begroting te dichten. Logischerwijs ook, want universiteiten hebben het zwaar, al jaren. Als je kijkt naar de gemiddelde hoeveelheid geld die er beschikbaar is voor de hoeveelheid studenten, loopt dat al jaren uit de pas. Dus het is ook echt niet vreemd dat het zo is gegaan. En weer, wat mij betreft, is het dus helemaal geen kwade bedoelingen dat het zo is gebeurd. Maar het is wel wat is gebeurd. Dus erken dat, geef dat toe. Neem daar je verantwoordelijkheid voor. Dat betekent vervolgens, tweede stap, participatie. Het zou wel handig zijn, kan ik me zo voorstellen, als je aan studenten vraagt, wat is nou handig? Want in die miljard zit geloof ik ook budget dat mensen na hun opleiding nog mogen gaan gebruiken voor
extra scholing. Hè? Dus het is ook niet zomaar geld wat je krijgt. Zo van succes ermee, hier is meer geld, koop een leuke tv. Maar nee, meer scholing, meer belangrijk. Ja, nou, dat is ook zo, dat snap ik. Hallo, ik ben niet voor niets zo lang door blijven studeren. Maar ja, is dat nou echt wat mensen willen? Is dat het enige wat mensen willen? Ja, misschien willen ze wel verschillende opties. Als je mensen laat participeren, kan je daar meer idee van krijgen. Het is mij niet helemaal helder, komen we bij begrijpelijkheid en openbaarheid, hoe dit nieuwe concept, hoe dit nieuwe beleid nou precies tot stand is gekomen. Toegegeven, ik heb me er ook niet super in verdiept. Misschien is er wel een ontzettend leuk participatietraject geweest. Maar goed, jullie twee studenten en ik, die toch wel relatief iets met de universiteit te maken heeft dat niet voorbij zien komen. Dus hoe openbaar is dit nou tot stand gekomen? Misschien kan het nog iets anders, hè? Dat 1 miljard is aangekondigd. Maar goed, misschien kan je daar toch nog iets begrijpelijkers van maken dan hoe het nu is. Want ook, uiteindelijk gaat begrijpelijkheid toch ook wel een beetje over de uitkomst. Als de uitkomst is dat iedereen ongeveer 1000 euro pp krijgt. Ja, voor sommigen was dat, voor de studiefinanciering werd afgeschaft, zeg maar het gratis geld tussen aan. En zeker is, want er is nooit gratis geld. Wat je binnen zeg maar 2-3 maanden bij elkaar kreeg van de overheid. Is dat dan logisch dat je over die hele periode dat terugkrijgt? Is dat logisch? Is dat begrijpelijk? Ik geloof het niet. Een interessante oplossing daarbij is mijn vijfde punt, namelijk onafhankelijkheid. Misschien is het wel zinnig om in plaats van dit door het ministerie van OCW zelf of überhaupt het kabinet te laten opstellen, een onafhankelijke commissie van experts te vragen, die ook studenten laat participeren en oud-studenten laat participeren. Van hey, wat vinden jullie nou eigenlijk zinnig? Waar kunnen jullie je in vinden? Ook omdat hun advies en hun oordeel door studenten misschien als meer vertrouwenwekkend wordt ervaren, wat wel kan uitstralen op het uiteindelijke beleid dat OCW dan inzet. Nou, en dan voortvarendheid vind ik hier van belang, maar ik zal heel eerlijk zeggen dat ik dat minder van belang vind, eigenlijk omdat het goed verloopt. Omdat voor zover er hier schade in de enge zin van het woord is opgetreden, die al die op zo'n soort van immateriële manier is tot stand gekomen, dat ik liever heb dat je heel goed gaat uitpluizen hoe je dat nou op een redelijke manier kan doen, dan dat ik zou zeggen, ja, maar echt, iedereen moet morgen die 1000 euro hebben, want anders dan, weet je, zo zit het hier wat mij betreft niet in elkaar. Wat overigens ook weer laat zien dat je dus afhankelijk van de context, nou, maar gewoon kan kijken hoe je welk ingrediënt wanneer gebruikt. Dus ik zie veel in herbezinning op dit schadebeleid, laat ik het zo zeggen. Nou, dat is duidelijk. En ik denk en ik hoop dat relevante personen van de overheid deze podcast luisteren en misschien je boek gaan lezen. Dan hebben wij studenten misschien net iets meer succes met de compensatie. Ja, en wij ronden eigenlijk altijd onze afleveringen af met wijze woorden. Tenminste altijd. Dit is de derde aflevering, maar inmiddels is het, wordt het een traditie. En ik vroeg me af of jij wijze woorden hebt. Die mag je aan iedereen richten. Aan jou het woord. Dank. Ja, gelukkig omdat dit de derde aflevering is, heb ik me dus de eerste twee ook geluisterd en me kunnen voorbereiden op het feit dat jullie me hierom gingen vragen. En toch moet je nagaan, ik had al die tijd voor creativiteit, ben ik uitgekomen bij mijn laatste stelling van mijn proefschrift. Want dat zijn wat mij betreft de meest wijze woorden die ik ken. Die stelling luidt, een mens lijdt het meest door het lijden dat ze vreest. In mijn stelling, omdat de laatste stelling een beetje jolig mag zijn, is dat lijden met een hoofdletter L en een korte I. Dus een mens lijdt het meest door het lijden, de stad lijden, de universiteit lijden, dat ze vreest. Dat is een stelling, wijze woorden, die wat mij betreft op heel erg veel mensen van toepassing zijn. Al helemaal de mensen waar ik toe behoor, die ook als kind zeg maar banger waren voor de gedurende 2 weken de afspraken voor de tandarts, dan het moment dat je bij de tandarts zelf zat. Hè, dus als je een beetje zo'n persoon bent, dan zijn dit sowieso al hele wijze woorden. Dus die herhalen vind ik sowieso de moeite waard. Maar ook als je kijkt naar mijn onderzoek, vind ik hem relevant, omdat uit meerdere casus nou eenmaal blijkt dat schade, vertrouwensschade, heel veel te maken heeft met wat er in je hoofd gebeurt. In Groningen blijkt dat er sterke correlaties zijn tussen hoe veilig je je voelt en hoeveel vertrouwen je in de overheid hebt. In rondom Schiphol is het zo dat als jij meer naar het geluid luistert van de vliegtuigen, hoor je het ook meer en heb je ook minder vertrouwen in de overheid. Althans, daar zitten correlaties tussen.
Nou, aangezien Hamza al een verwijzing heeft gemaakt naar Harry Potter met het huis van de familie Wemel, vind ik best dat ik dan deze ook nog eraan toe mag voegen. Aan het einde van het zevende boek, of film, zegt Pergamentus Dumbledore tegen Harry, "Of course it's happening inside your head, Harry, but that doesn't mean it's not real." Hè, dus dingen die in je hoofd gebeuren, hebben wel degelijk effect op hoe je je voelt en hoe je je zal uiten. Dat weten betekent op individueel niveau dat je daar dus je bewust van kan zijn. En op overheidsniveau, dat vroeg je ook net, is een aanbeveling aan de overheid. Als de overheid zich nou bewust zou zijn van dat effect heeft op mensen en op zichzelf. Want de overheid vreest altijd maar aansprakelijkheid en precedentwerking. Als ze daar wat bewuster van zou zijn, zouden ze ook al hun eigen gedrag kunnen aanpassen. Dus ik vind, maar goed, daarom kies ik ze zelf ook als wijze woorden, dat een mens leidt het meest door het lijden dat ze vreest op allerlei manieren en contexten veel waardevolle inzichten zou kunnen opleveren. Ja, Georgina, echt, dankjewel. Ik vond het echt hele leuke wijze woorden. Ik ben ook een onwijs Harry Potter fan. Dus nou, ik vind het hele leuke laatste woorden. En nou, ik ga bij deze de brutaliteit pakken om het af te gaan sluiten. Dit was de Leiden Lawcast. We zijn te vinden op onze pagina. Welke te vinden is ook via de show notes. Vergeet ons niet te volgen op Insta voor Leiden Law School. Like natuurlijk alles op LinkedIn. En vergeet ook niet te volgen en te abonneren op social media verder. Ook op YouTube en zeker op Spotify. En deel ons vooral met al je vrienden, vriendinnen, familie en aanverwanten. En nou, onze laatste catchphrase, Leiden Lawcast. Vandaag vermakelijk. Tot later!